Vissen, leuk je kijkt naar de Korte Weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 49. En dat is van maandag 6 december tot en met zondag 12 december. De kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Vissen alsof deze week misschien wel een bepaalde uitdaging voor je gaat hebben. Je lijkt een beetje te mijmeren en daardoor misschien niet helemaal allemaal te doen wat je zou moeten doen. Nou is dat voor de vis natuurlijk niet zo heel gek, want de vis kan ontzettend hard werken. Maar de vis heeft er ook nog wel eens last van om een beetje te dagdromen. En niet altijd alles meteen te doen wat ze of hij wel zou moeten doen. En ik heb het idee dat deze week voor jou een week is waarin je daar wel een klein beetje misschien in de knoop kan komen. Het kan het stukje zijn dat je juist te veel werk hebt en dat je daar nog niet toe komt aan een stukje wat je wil doen. Het kan ook het stukje zijn dat er echt even te veel andere dingen zijn waardoor je gewoon niet aan je werk toe komt. En dat je dan ook bij jezelf denkt, nou, ik vind het eigenlijk wel goed, het komt volgende week wel. Toch is het een stukje waar je deze week voor jezelf een beetje last van kan hebben. Ik heb niet het idee dat de omgeving er echt iets van gaat zeggen. Het lijkt juist een stuk te zijn waar je bij jezelf een klein beetje achter de feiten aan gaat lopen. En dat kan dus zijn door twee hele verschillende dingen. Precies zoals het bij de vissen gaat passen. En het is natuurlijk aan jou om dat weer in goede banen te gaan leiden. Vertrouw erop, lieve vis, dat dat zeker gaat gebeuren. Dit was alweer de Korte Weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.